hele mooie lampjes hier. Het lijkt wel disco. Ik ga even kijken. Ik hoor allemaal muziek en ik zie allemaal lichten. Wat is hier te doen? Wij hebben hier vandaag een kinderdisco. En is dit de eerste keer dat het hier is? Nee, we hebben wel een keer eerder een kinderdisco gehad, maar dat is al een tijdje geleden. En het is hier bij NWC. Zijn er nog meer clubs? Ja, we zijn vandaag samen met de hockeyclub, HCS. Die zit hier om de hoek. En die komen ook gezellig mee. En wat zijn de entreekosten? Het is volledig gratis voor iedereen. En wat kan je hier allemaal krijgen? Nou, we hebben van alles voorbereid voor vandaag. Want er komen alle kindjes uit Asten en omgeving zijn welkom om te komen. En daarvoor hebben we lekkere suikervrije limonade geregeld. En een leuke bidon met wat snoepjes erin voor het einde van de avond als klein bedankje. Wat voor muziek wordt hier gedraaid? Nou, er wordt een beetje kindvriendelijke feestmuziek gedraaid. En de kinderen mogen zelf muziek ook verzoeknummertjes doorgeven. Gaat het vaker komen? Nou, als het een succes blijkt te zijn, zoals het er nu naar wel uitziet, dan gaat het inderdaad vaker plaatsvinden. Hoe vaak dit ongeveer zal zijn, dat durf ik nog niet te zeggen, maar ik denk één, misschien twee keer per jaar. Waarom heet Sportstuif dit georganiseerd? Nou, Sportstuif die staat voor een sportieve BSO, dus wij vinden het altijd heel erg leuk om in beweging te zijn. En vaak proberen we ook iets extra's te doen voor de kinderen. Dus zo organiseren we op woensdag altijd leuke woensdagmiddagactiviteiten. Maar ook voor de vrijdagavond is het een keer leuk om een disco te doen waarbij de kinderen lekker kunnen dansen. En tot hoe laat duurt dat? De kinderdisco duurt tot 8:30. Dankjewel voor dit interview. Ja, jullie ook bedankt en ook een fijne avond. En Bibi, hoe vind je het hier? Ja, ik vind het wel leuk en er zijn ook wel wat vriendinnen bij. Dus vind ik wel leuk. En zou je hier vaker naartoe willen gaan? Ja, in principe wel, ja. Waarom zitten jullie hier in de kantine? Daar is toch de disco? Nou, wij zitten eigenlijk hier omdat het was eventjes te druk. Dus dan kunnen wij ons ook even hier terugtrekken en een spelletje spelen. Dan gaan we dadelijk weer daar naartoe. Dat is wel handig dat als kinderen het druk vinden dat ze dan gewoon hier een spelletje kunnen spelen. Inderdaad, heel fijn dat we even terug kunnen trekken, inderdaad. Ik zie hier Stijn met allemaal leuke spelletjes. Ze hoeven zich hier niet te vervelen. Nee, dat klopt. We hebben hier allerlei spelletjes of bouwblokken of tekenspullen. Of knutselspullen zelfs. Dus, of loombandjes inderdaad. Dus ze hoeven zich hier niet te vervelen. Het is altijd wel iets leuks om te doen. René, bedankt voor de informatie. Graag gedaan. Amy, hoe wist je dat hier was? Nou, ik had het zelf van mijn moeder gehoord en een beetje van de moeder van Bibi. En doe je zelf hier ook een sport? Ja, niet hier, maar in de turnzaal en bij de schop. En wat doe je dan? Turnen. En ben je al veel vriendinnen en vrienden tegengekomen? Niet zo superveel. Eén van mijn eigen school en twee van Bibi's hockeyclub. Pien, jij komt helemaal uit zomeren. Doe jij hier ook een sport? Ja. Welke sport? Hockey. En vind je de muziek hier leuk? Ja. Heb je ook al een liedje aangevraagd? Nee, nog niet. Wil je wel een liedje aanvragen? Nee. Vind je het leuk hier? Ja, ik vind het wel gezellig, ja, met z'n allen. En ben je al veel vrienden en vriendinnen tegengekomen? Ja, eigenlijk niet zoveel, want ik kom zelf uit Zomereind, maar iemand van hockey en dan van hockey mijn vriendin, daar een vriendin van, ja. En wat vind je het lekkerste wat je hier aan consumpties kan krijgen? Ja, ik weet eigenlijk niet wat ze hier allemaal hebben, maar wat ik zelf het lekker vind als drinken is AA, drinken. Yeah. Even when the tears are flowing.